Wanneer je echt wakker aan het worden bent, de energie aan het lezen bent, is het echt alsof je fans hebt of zo. Alleen, wauw. Alleen is het natuurlijk niet echt een fan te noemen als iemand gewoon jou wil zijn. Gewoon haten, hè, dat ik nou wel de anointed van God bij wijze van spreken heb. En hun. Dus gewoon een haat hebben dat het niet bij hun is. Dat er zoveel haat en jaloeziteit aan het ontstaan is. En gewoon zien hoe God me aan het gebruiken is. En hun gewoon blijkbaar belangrijk gevonden willen worden. En ik heb nergens om gevraagd, hè. Ik heb niet om deze gifts gevraagd. Ik heb niet gevraagd om aandacht. Ik wou niet een YouTuber of bekend of zo worden. Maar dingen staan wel in steen geschreven. Hè? Ik ben alleen mezelf, hè, met mezelf bezig. Vanaf mijn spirituele, de witte arena bezig. Bezig met de visioenen, met de dromen, met de reizen. Ja, astraal, spiritueel. En dan is er echt... Er is echt een haat aan het ontstaan. Waarbij je wanneer echt wakker aan het worden bent. Dus ook zo je tijdmachine in kan stappen. Echt de energie aan het lezen ben in het nu, het verleden. En soms een beetje naar de toekomst kan kijken. Het is echt dat je niet zomaar, hoe heet dat... En dat je je huis van kwijt energie moet dan doen of zo. Ja, je moet echt gewoon water pakken. En daarbij tot bidden. En in een flesje en je hele huis mee reinigen. En om zo alles wat in jouw huis is geweest. En pak je meteen je hele lichaam mee. Hè? Alles wat in jouw energie is geweest. Om dat kwaad gewoon, hè, niet alleen uit het huis, maar ook gewoon van je hele lichaam. Je moet uiteindelijk gewoon je hele gedachten lezen van elke herinnering die je aan hun in het verleden hebt gehad. Want zo op het internet is dan zo'n copycat bezig. Die echt niet alleen zichzelf voor de gek houdt, alles en iedereen voor de gek houdt. Maar een heleboel die weten ervan. De awareness, die is groot. Ik kan wel een hele lijst gaan opnoemen, maar iedereen die weet wel wie hier al bij betrokken is geweest. Een heleboel kent wel meer wat getuigen bij dit is geweest. Wanneer God jou de dingen laat zien, dingen tot jou brengt, visioenen, maar jou ook aan het behoeden is, echt laat zien wie je vijanden zijn. En dat kunnen echt vrienden, zeg jij vrienden. En je weet nou dat het frenemies zijn. Dit gaat zelfs, en niet alleen naar buren, dit gaat tot familieleden die jaloers zijn op iets. Die haten dat iets bij mij is. Zelfs als narcisten vinden dat het niet bij mij hoort, maar het hoort bij hun. Terwijl ze met al die leugens bezig zijn. Met al die smerigheid bezig zijn. Sommigen die hebben zoveel op een kerfstok, die zijn moord aan het verstoppen. Maar dan erfenissen stelen, destinies laten stelen. En die ene die dan graag zo op het internet met destiny wil hebben, die laat alleen maar aan iedereen zien hoe geweldig die me vindt. Dat is echt een dimmer één fan. Niet alleen in mijn energie hangen, maar echt elk onderwerp, elke informatie. Alles wat ik heb gedeeld van anderen, ook daarbij aan de haal willen. Maar echt wanneer de Heilige Geest binnen aan het laten ben, kunnen mensen haten wat ze willen, nadoen wat ze willen, maar dat maakt er alleen maar voor dat God zeker niet zo in hun leven terecht aan het komen is. Dus uiteindelijk zijn ze alleen maar de God in me aan het haten. Waar
ik niks aan kan doen. Dat is wanneer je aan het opnemen bent. De ringing is, the calling of God. Een heleboel gewoon te maken hebt met fate. Wat echt wel het lot, wat gewoon verder gaat als alleen het destiny hebben. Wanneer ze, en hoe mensen naar mij kijken en gewoon zien hoe hun de powers niet hebben. Dus elke keer wanneer ik iets nieuws breng, willen ze weer tafels omdraaien. Elke keer wanneer ik iets weer aankaart, moeten ze weer van alles verdraaien. Daar waar ik echt, het gaat allemaal op een freestyle. Ik ben minimaal op het internet naar dingen aan het zoeken, waarbij hun echt zoveel werk moeten leveren. Zoveel samenwerkingen nodig hebben. Zoveel fake onder hun video's en bij de likes in de chat nodig hebben. Wat het eigenlijk alleen maar nog kleinerend maakt. Ze zijn hun zelf aan het kleineren. Door dat maar leuk de likes en de hartjes te geven. Nee, geduld is echt een schone zaak. Om dan te zien hoeveel mensen zo weinig geduld richting mij hebben. En wanneer je weet wie je vijanden zijn. En ze zeggen wel eens bid voor je vijanden. Maar na een tijdje ben je daar ook wel klaar mee. Als je ziet dat ze gewoon met de witchcraft ook nog bezig zijn. De wetten als wapen aan het gebruiken zijn, terwijl hun al meer dan 30 wetten overtreden hebben. Maar gaat te maken met corruptie. Het is bijna een cult te noemen. Waarbij zoveel weer verstopt moet worden en dingen gewoon door kunnen blijven gaan. Maar hoe langer het doorgaat met het awareness wat aan het groeien is, is sowieso alles wat erbij betrokken is, medeplichtig is, die weten allemaal. Hoe graag ze dat van mij willen hebben. Dat waar ik mee bezig ben, graag mee bezig willen zijn. Dat wat ik aan initiations voortbreng, hun graag voort willen brengen. En met alles wat er speelt op internet is echt gewoon een weerspiegeling wat er speelt in mijn hele leven. Om dat echt te kunnen inkleuren. Hoeveel mensen dat van mij willen hebben, hoeveel mensen er in mijn energie aan het rondlopen zijn. Waar de ene, er zit zelfs één iemand die heeft zo met mijn identiteit, bij wijze van spreken, hele leven opgebouwd, hele familie gecreëerd. Sommigen die zijn zorg in mijn energie aan het hangen. En daardoor worden ze een soort van weer geaccepteerd door anderen. Of vindt iemand zijn vader geweldig? Maar wanneer die allemaal ook erachter komen, want awareness blijft groeien, dat het alleen maar mij nadoen is, vinden ze dan mij geweldig? Of vinden ze jou of hun die nadoen dan gewoon echt belachelijk? Dat iemand zo fake kan zijn. Zo nep kan zijn. Zo erg zichzelf verloren dat ze gewoon niet hun eigen persoonlijkheid en karakter kunnen zijn. En als je weet wat niet bij je highest good hoort, moet je er echt afstand van nemen. En allemaal mensen die dus wel zoals mij willen zijn, wel willen hebben wat mij toehoort, en ondertussen alleen maar mij meer aan het haten. Maar weer door kunnen blijven gaan met kopiëren. En dan wij graag de mond willen snoeren. Het is echt een envy. Dat is echt niet goed. En alleen maar omdat ze het licht niet kunnen handelen. Wat ze bij mij zien. Maar het dan zelf wel willen uit gaan stralen of zo. Het is echt. Echt te maken met zoveel corruptie, zoveel smerigheid, zoveel mensen die gewoon belachelijk te noemen zijn. Het is gewoon triest te noemen. En gewoon eigenlijk
fan zijn. Voordat dat bij mij hoort. Maar de succes niet bij mij willen, want hun willen de succes. De aandacht niet bij mij willen, want hun willen de aandacht. En dat ze dan met een heel team moeten samenwerken. Om zo alles en iedereen voor te liegen, voor de gek te houden. En uiteindelijk zijn ze gewoon hunzelf voor de gek aan het houden. En dat ik echt denk, kunnen hun wel in de spiegel kijken? En alles wat ze dan de anderen aan het verkopen zijn, kunnen ze dat nog wel aan hunzelf verkopen. Hey, ik snap dat mensen liefde willen en geaccepteerd willen worden. Maar dat doe je niet door van anderen te stelen. Maar hey, ze laten wel zien hoe geweldig ze me vinden. En daar komt dan haat en jaloezie op. Maar daarna gaan ze wel alles nadoen. En zodra Dowen een zo groots is, alles en iedereen het weet, dan blijft alleen de smerigheid die blijft er omheen hangen. Die blijkbaar ook een haat naar mij hebben. Maar daar waar ze mee samenwerken en wat ze geweldig vinden, hangt volop in mijn energie. En probeer daar de logica maar in te vinden.